basiliek van Sint-Jan de Doper, gebouwd in de jaren 1473-1552 in de gotische stijl van de Kempen. De toren is gebouwd tussen 1519 en 1547. In de jaren 1881-1883 heeft het gebouw een belangrijke uitbreiding ondergaan onder leiding van de bouwmeesters P.J. Kuipers en J. Verlangelaar. De pro-Romaanse voorganger van deze kerk wordt gedateerd rond het jaar 1000. In de toren bevindt zich een uniek en kostbaar orgel uit 1890, gebouwd door Maarschalker Weert. In 2005-2006 heeft een ingrijpende restauratie plaatsgevonden, waarbij de elektrische speeltractuur weer in ere is hersteld. Het is daarmee het enige orgel in Nederland dat nog het oorspronkelijke elektrische aandrijfwerk bezit. In de toren is een bijaard aanwezig, bestaande uit 49 klokken, waaronder de Johannes uit 1763. Dit formaat, welk waarschijnlijk voor het eerst verwerkt aan de kerk van het herstellen van de buitenplint, in 1614 en alleen buiten zicht. Deze steen is afkomstig van de poeren, fundament, van het eikenhouten oxaal, scoorafsluiting, galerij. Na de brand van 1625, dus ongeveer in 1630, werd aangebracht tussen het priesterkoor en het schip van de kerk. Op het oxaal moet een orgeltje gestaan hebben. Bij de opgraving zal een deel van het kerkhof ten zuiden van de kerk archeologisch worden onderzocht. Aangenomen wordt dat dit kerkhof al in de middeleeuwen bij de kerk aanwezig was. Zeker is dat er na 1829 niet meer begraven is. Het wetenschappelijke skeletonderzoek levert gegevens op over de leeftijd bij overlijden, het geslacht, de lichaamslengte en bouw en over eventuele ziektes en afwijkingen, door lepra of melaatsheid en ondervoeding bijvoorbeeld. Met die gegevens kunnen we meer te weten komen over het wel en wee van de Oosterhoutse bevolking door de jaren heen. Aangevuld met gegevens over de grafvorm en de eventuele bijgraven, geeft dit aanwijzingen over de rijkdom, of juist armoede, en de culturen en religieuze identiteit van de overledene, en de groep waartoe hij of zij behoorde. Samengevoegd geeft dit soort gegevens het melkmeisje. Ook wel de keuken- of melkmeid genoemd, is een schilderij van de Hollandse meester Johannes Vermeer, geschilderd circa 1658. In een veilingcatalogus uit 1696 wordt het werk vermeld als een meid die melk uitgiet. Belangrijk is het vaarwater voor. Het is niet toevallig dat bijvoorbeeld Sertogenbosch en Breda groter zijn dan Oosterhout. Grote steden ontstaan door een drang naar ontwikkeling en economische groei. Belangrijke voorwaarden voor ontwikkeling zijn onder andere bereikbaarheid en natuurlijke aanwezigheid van aan- en afvoerwegen of de bereidheid van bestuurders deze voorzieningen te creëren. Oosterhout heeft voor zijn ontwikkeling geprofiteerd van de havenaanleg en het kanaliseren van de vaart van Oosterhout door Willem van Duvenvoorde in 1330. De toename van pottenbakkerijen is hier een voorbeeld van. In Oosterhout werd door Schout van Dongen
in 1676 opdracht gegeven om met graven van de Groene Dijk de haven, waardoor het ook hier van een zekere groei sprake was. Met de aanleg van het Wilhelminakanaal en het Markkanaal in 1906 werd tevens de economie weer opgestuwd. Door de vestiging van industrie langs en met name Wilhelminakanaal, opgeleverd in 1925 tot aan Tilburg. De groei van Oosterhout ging, door vestigingsoverschot 1950, met sprongen vooruit. De industrie had behoefte aan een grotere aanvoer van grondstoffen. Hiervoor werden grotere schepen gebruikt, waardoor men genoodzaakt werd de kanalen en sluizen te verbreden. 1974.